als jij een steen enthousiast verpakt en je gaat er wat cools mee doen, dan heb je de klas al, weet je wel. En dat vind ik heel vet. Dag allemaal en welkom alweer bij de tweede aflevering van Meester Podcasper. Een podcast over het hedendaagse muziekonderwijs. Als docent ben ik nog lang niet uitgeleerd. En in deze podcast ga ik met anderen in gesprek over hun onderwijs en wat ik daarvan kan leren. In deze tweede aflevering is mijn gast Laurens Waagmeester. In 2017 is hij afgestudeerd op Godarts als docent muziek. Hij werkt op de Sint-Jozefschool in Noorddorp waar hij alle klassen muziek geeft. Daarnaast is hij de Instagrampagina Meester in Muziek gestart waar hij zijn tips en ideeën deelt. Deze heeft ondertussen al meer dan 1000 volgers. Ik ben benieuwd waar hij zijn inspiratie vandaan haalt en hoe hij dit toepast in zijn onderwijs. Nou, welkom allemaal bij de tweede aflevering van Meester Podcasper. Zoals ik al zei, Laurens, fijn dat je er wilt zijn. Ja, dankjewel man dat je me uitgenodigd hebt. De eer voor de eerste echte... Nee, dat is niet... Dan doe ik Emiel en Casper en Draak natuurlijk laten tekort. We niet... Nee, precies. Nou, fijn dat je er wilde zijn. Nou, ik zei al, je werkt op een school in Noorddorp. Klopt. Maar eerst muzikale jeugdfoto. Had ik ook gedaan... Ik heb hem. Had ik ook gevraagd in de vorige, en dan vond ik wel een hele mooie om toch even een beeld te krijgen van wie jij nou bent. Dus beschrijf even wat we zien. We zien een jongetje in een veel te groot jasje met een gitaar die helemaal afgeracht is, zoals je kan zien. Die was namelijk tijdens mijn groep 8 musical. Oh, okay. En ik ben net voor die tijd, dus ik denk toen ik een jaar of, hoe oud ben je in groep 8? 11, 12, zoiets. Ben ik begonnen met gitaar spelen. En ik was best wel, toen ik begon met gitaarspelen, was ik me wel van bewust dat ik dacht, oké, nu ben ik een gitarist, weet je wel, dat vond ik cool. Oh, je voelde je toen al helemaal... Ik voelde me toen al best wel, dus... Dat is gitaristen eigen, ego, als je hoeft nog geen akkoord goed te spelen. Op het moment dat je gitaar vast hebt, je kan die mond trekken, de gitaarmond met je mondhoeken naar beneden. Deze, precies. Yeah! Dan ben je al gitarist, hè? Dan begon het. Dus, en in de musical die ik speelde... Voor de, misschien de mensen die me ook gespeeld hebben, was het Take Off. Dat was natuurlijk helemaal de hippe toen dat jaar, I don't know. Ik heb geen idee. Maar er zat een nummer in met gitaar. En mijn juf had gevraagd van, oh, kan je die dan niet spelen? Want je speelt nu gitaar, dus dan kan je direct een super moeilijk nummer spelen. Dus ik natuurlijk direct, ja, gaan we doen. Maar ik kon dat nummer helemaal niet. Dus dit was het shot dat, het was de avond van het optreden, maar omdat ik geen elektrische gitaar had... Daarom lukt het niet die avond. Oh ja, dus maar goede reden. En ik zweet me nog steeds helemaal kapot, omdat ik dat moest doen. Maar ik heb hem geplaybacked als een malle. Dus dit was een beetje mijn eerste gitaar optreden, waar ik dan eigenlijk niet echt helemaal speelde. Maar hier begon het wel heel erg bij mij. Dat ik had daarvoor, ik heb een vader die speelt heel goed piano. Dus die hebben, het was het beneden was de klassieke muziek. Hij is klassieke pianist, dus daar werd veel klassiek gedraaid, maar ook jazz en eigenlijk van alles. En hoe meer je bij ons in huis naar boven ging, hoe death metal en rock het werd. Want mijn broer en ik, die sliepen boven. En hij heeft mij echt geïntroduceerd in de eerst de Anti-Flag en de Offspring en de Rasmus. Ik ben even de Offspring, hè. Okay. Is ook mijn, volledig mijn jeugd. Ja, okay, ik heb top. Een keer met de MP3-spelers van vroeger, had je 256 MB. Dan had je een goeie zelfs nog. Had je een goeie. Nou, een vriend van mij had 512 MB, maar die had hem helemaal volgestampt met hardcore. Dat vond ik verschrikkelijk. Maar ik had toen één vakantie naar Engeland, had ik alleen maar de Offspring mee. En na die vakantie was ik ook wel een beetje klaar mee, want ik had niks anders om naar te lezen. Dat snap ik op zich wel, ja. Maar ja. En daarna natuurlijk, metal klassiek. Nou, Children of Bodom. Ja, absoluut. Nou, daar zijn we ingegaan. Dus dat is ook een beetje naar het gebeurd. Dat rock en dat punk, dat werd langzamer steeds wat heftiger. En toen zijn we inderdaad de metal scene ingegaan. En dat is echt... dat is wel echt typerend voor hoe het bij ons in huis was. Boven werd die muziek gedraaid. Beneden was gewoon een beetje de wat meer gangbare. Tenminste, dat klassieke wat mijn ouders mooi vonden. En dat was wel echt cool. Dus dat heeft er wel voor gezorgd dat ik heel erg... En nu ben je een brave, getrouwde singer-songwriter die voor de klas staat in groep 4, zeg maar. Ja, dus dat. Maar ik vind het nog steeds wel leuk om af en toe iets, wat ik ook echt in mijn klas probeer, om iets te vertellen over die verschillende stijlen. Dus ook dat metal, wat eigenlijk nu volgens mij best wel weinig... Ja, heel in de underground. Ja, toch, het is wel echt...
En dat vind ik wel heel vet om dan te vertellen over wat dan wat grunten is. Of hoe je, weet je wel, het stage dive en dingetjes die erbij horen en zo. Dus dat is wel echt vet. Dus daar... School of Rock, kijk. Ja, nou, bijvoorbeeld. Die kan ik helemaal meepraten. Maar dat was wel echt ook bij mijn gitaarstijl wat ik echt cool vond. Dus ik wou zo snel mogelijk elektrisch gitaar gaan spelen. Ja, dat moest eerst nog 3 jaar klassiek gedaan worden. Of dat wilde nou, je? Nou, mijn ouders die kwamen met... Want het is ook heel goed. Het is goed om eerst natuurlijk die klassieke techniek en dat soort dingetjes. Maar ja, ik wou gewoon rocken, weet je. Tuurlijk. En dat kon ik niet om een nylonsnaar. Dus toen heb ik eerst... De afspraak was eigenlijk... Oké, als je 3 jaar gitaarles doet... Want wat je natuurlijk ook snel hebt... Is dat je na je eerste jaar al denkt... Joh, ik ben er klaar mee. Ja. Weg die gitaar. Dus ze zeiden eerst 3 jaar klassiek... Of tenminste, gewoon uit een boek werken en niet rockgitaren of weet ik veel. Maar eerst dat. En dan, als je dan nog steeds leuk vindt, dan mag je elektrisch. Dus ze hebben eigenlijk je ouders de muziek en dat wat je wilde eigenlijk echt als beloning. Zeg, met die vishengel voor, als voor je gehangen. Van, als jij dat kan, dan mag jij dit en dit en dit doen. Ja. Nou, tof. Ja, dat was hoe die werd. Maar was, dat heeft wel maar werkte dat voor jou al, zeg maar? Of was dat echt dat je ouders... Omdat je natuurlijk een hele muzikale, klassieke vader hebt... Dat hij dat een beetje pushte. Nou, het was wel dat hij... Dat is natuurlijk het rotte. Als je misschien geen muzikale ouders hebt... Dan kan je zeggen... Oh nee, dat hoort gewoon zo te klinken, weet je wel. Maar hij wist gewoon... Hij kon gewoon die noten lezen. Dus hij wist gewoon hoe het was. En ik speelde wel eens dan dingetjes samen. Dus ik merkte wel dat ik dat wel lastig vond. Want de gitaar stond beneden toen nog. Naast mijn vaders... piano en daar moest ik echt een stukje echt weet je, klassiek, zoals in de houding met zo'n plankje, weet je, waar je je voet op zet. Ja, op de knie en dan... Precies. Ja, en en dat ging wel goed, maar dat zorgde er ook wel voor dat ik het wel minder ging oppakken, weet je, omdat anders iedereen het kon horen als je aan het oefenen was of weet ik veel. Ja. En ik denk pas een beetje richting het eind van die 3 jaar, toen nam ik mijn gitaar mee naar boven. En toen ben ik gewoon ook op die nylonsnaar gewoon dingetjes gaan spelen. Rage Against the Machine of zo, weet je wel. En dat soort dingetjes. Drop D stemming gelijk. Precies. En toen ging het steeds meer groeien. Dus het was wel echt... Ja. Toen ik mijn eigen ding ging doen, toen ging dat veel beter. En daar natuurlijk heel lang doorgespeeld. Maar en wanneer heb je dan de keuze gemaakt om naar het conservatorium te gaan? En was dat dan gelijk, ik wil docent muziek worden? Nee. Of was het, nee, ik word gitarist? Ja, dat was ook echt wel... Want ik had... Ik bedoel, je speelt gitaar, je wil, hoe vet is het als je gitarist kan worden? Maar ik kwam er wel snel achter dat die hele, tenminste wat ik denk hoor, de jongens die ik gesproken heb, die echt primair instrumentalist studeren, die zeggen dat het wel meevalt. Maar ik had heel erg het idee dat je heel erg moest pushen om steeds de beste te zijn van de klas. En van jouw jaar, weet je wel. En dat trok me gewoon niet zo heel snel. Dus toen dacht ik, oké, ik wil wel heel graag iets met muziek doen. Ik vind het leuk om ook te presenteren en te doen. Dus wat kan je nog meer doen? En toen kwam docent muziek. Dus toen dacht ik, oh, dat is super vet. Je wordt én muzikant en je mag voor de klas staan. En dat trok mij wel heel erg. Ik weet niet hoe dat bij jou was toen je... Poeh, ja, nou, ik heb echt een hele bewuste keuze gemaakt om naar docent muziek te gaan doen. Want ik vond mezelf altijd niet goed genoeg. Mm-hmm. En dat was en het spelen en het theoretische gedeelte. Dan heb ik dus eerst een jaar muziekwetenschap gedaan in Utrecht aan de universiteit. Om dat nog een keer op te krikken. En daarna was er een jongen uit Zwolle. Die speelde heel goed contrabas. Voor de mensen die hem kennen, Thomas Pol. En die kende ik... ik kende hem niet, maar... Ik kende hem via. Ja. En die was in Rotterdam gaan studeren. Ik dacht, oh, dus dat is goed. Dus ik ga naar Rotterdam. En hij heeft echt hoofdvak jazz, contrabas gedaan. En ik niet. Ik deed docent muziek. Dus. En welk jaar... Ja, want wij hebben natuurlijk op dezelfde school gezeten. En in de vorige podcast zat Casper Draak. Zat je bij hem in de klas? Ik zat een jaar daaronder. Lager. Ja, nog lager. Nou, ik heb vooropleiding gedaan. Wel hij in ook. Het jaar van Casper Draak. Dus Casper Draak, en toen hij al de opleiding zat. Dus toen kwam ik bij de vooropleiding. En dat had ook te maken met dat mijn theorie gewoon niet... Was niet helemaal weet je wel, wat ze verwachten. Vaak bij gitaristen, hè? Ja, theorie en noten lezen en zo. Sowieso ook. Ik bedoel, daar kunnen we het misschien nog wel over hebben. Maar ik had op de middelbare school een muziekdocent die dat niet echt behandelde. Die heel erg was op het spelen, wat super vet is. Maar niet die theorie langskwam. Maar dat is een goede gewetensvraag. Moet je noten leren lezen op de middelbare school? Heb je gewerkt in het middelbaar onderwijs? Ik heb 1 jaartje gewerkt in het middelbaar onderwijs. Dus toen ik van het conservatorium afkwam. En dat was
daar was notenlezen echt niet waar ze aan toe waren. Het was op Rotterdam Zuid. Omdat ze er aan toe waren. Maar dus eigenlijk, ja, dat is ook weer een andere gelegenheid. Okay, ja, moet je noten leren lezen op de basisschool? En dan kunnen we hem samen trekken. Moet je überhaupt noten leren lezen? Nou, ik denk qua om eerst in te schieten op wat jij zei met of je het op de middelbare school moet doen. Ik denk als je voor het vak muziek kiest, dat het dan wel handig is om als jij aangeeft dat je kiest voor het vak van joh, ik wil er misschien wel iets mee gaan doen. Wat ik bijvoorbeeld, als ik even naar mezelf kijk, wat ik wel echt aangaf bij mijn docent, dan denk ik dat het wel slim is om te zeggen, joh, hoe zit je in je notenlezer? Weet je, kan ik je daar misschien dan niet eens plenair met z'n allen in de les, maar kan ik je daar extra dingetjes voor geven, weet je wel? Dus dan wel weer extra werk voor jezelf. Wel weer extra werk voor jezelf, maar dat had mij misschien uiteindelijk wel heel chill geleken. En goh, dus je zegt, als ik het had gehad, dan had ik het heel fijn gevonden. Maar ja, als je dat natuurlijk is bij iedereen natuurlijk anders. En jij zegt middelbare school Rotterdam-Zuid, dat is dan niet, ja, is dat de doelgroep om noten te leren lezen of juist niet? Ik denk vooral dat het heel erg lag met, ik kwam net van het consortium af en ik dacht, oké, ik wil gewoon 5 dagen werken. Ik ga gewoon knallen. Ik weet niet of dat is misschien een vrij unieke houding, maar ik dacht, ik wil gewoon dat is wel hoe de meeste PABO of leerkrachten, zeg maar, dus oud-PABO studenten, die gaan ook gelijk fulltime voor de klas en dan hoor je en zie je in onderzoeken dat daar echt gelijk een bepaald percentage, ik durf geen cijfers te noemen, maar die haken af en die stoppen en die gaan überhaupt het onderwijs uit. Ja, want het was ook best heftig. Want ik ging solliciteren in nieuwe scholen en toen kwam ik bij de Young Business School in Rotterdam. Super vette school. Zit op Zuid naast de Passie. Ik weet niet of je weet waar die zit. Ja. Maar zij gingen beginnen met muziek voor het eerst. Dat hadden ze daarvoor niet. Dus je had ook als... Nou ja, ik kwam daar als muziekdocent. En er was ook geen budget of zo, weet je wel. Het was €300. Daar mocht ik een beetje mee spelen. Maar daar kan je eigenlijk net niks mee. Nee. En een doelgroep die nog nooit muziek heeft gehad. En waar ook ik ben daar een beetje van mening. Je moet muziek wel echt... je moet er wel een soort van geld voor hebben of zo. Kan ik dat zeggen als je dat... Als jij dat wil zeggen. Nee. Ja, ik bedoel met... Hoe bedoel je dan in de ouders als school? Of als school bedoel je dan? Nee, ja, dan is het denk ik... Of nou ja, als ik dat mag vinden. Sorry. Maar de school prioriteiten dat absoluut, oké. Okay. Ik wil heel graag nog een keer, voor de mensen die luisteren, heel graag een keer een basisschooldirecteur of directrice spreken. Ja. Het is natuurlijk de keuze die je maakt en hoe actief je die keuze maakt. Ja. Heel vaak als er geld over is, en zeker met die subsidieregelingen die er tegenwoordig zijn, het is meer muziek in de klas is er, en die overheidssubsidie, en die wordt vaak dan niet, en voor de werkdrukvermindering, die wordt... Te weinig, zeg je natuurlijk. Hè? Dus, ja, preaching voor eigen parochie. Mm-hmm. Maar die kiezen toch vaak voor een onderwijsassistent of een andere ondersteuner. En dan niet zo snel voor de muziekdocent. Nee. En dat komt dan ook vaak, denk ik, dat dan omdat jij dan als muziekdocent ben je dan aan het werk op de basisschool. En dan is de docent, de groepsleerkracht, is vrij. Ja. En die gaat koffie drinken. En dat is eigenlijk zo goed recht. Want hij krijgt dan voor die uren niet betaald. Maar anderzijds merk je dan toch dat je dan een andere vibe in de klas hebt. Die jij dan overneemt. En je bent opeens toch... Ja, natuurlijk, we zijn afgestudeerd. Mm-hmm. Eerste graad. We kunnen die verantwoordelijkheid aan. Ja. Maar ik heb zo'n verschil gemerkt voor verschillende klassen. Dat ik dacht van, ja, die klas draait lekker. En hoe kwam dat? Ja, dat kwam omdat de groepsleerkracht gewoon af en toe kwam kijken. Nou, en dan geïnteresseerd was wat de leerlingen deden. En niet gewoon zegt, joh, oké, ik ben 3 kwartier even vrij, even weg. Sigaretje roken. Ja, maar dat vond ik wel, qua wat jij zegt, met je komt als muziek leerkracht of vakdocent, dat als we even naar de basisschool kijken, had ik bijvoorbeeld 1 dag in Den Haag waar ik werkte op een school. Dan ging ik alle klassen langs. En dan ben je echt... Klinkt bekend hoor, dit. Naast dat je gewoon in het team ook soort van voorbijganger 16 bent, weet je wel, die eigenlijk niemand... Je hebt niet heel erg connectie. Nee. Is dat met de leerlingen ook zo? Weet je spreekt ze niet even op het plein of je spreekt... Weet je wel, dus het is allemaal... Nee, klopt. En het heeft ook heel erg met de betrokkenheid te maken van de school en van de leerlingen. Van, je moet gewoon binding hebben. Je moet ze zien... En proeven niet, maar je moet ze zien. Je moet ze echt leren kennen. Je moet gewoon...
connecten, weet nee. je. Dat is gewoon, ja. Om het maar zo te zeggen. Precies. Connecten. Nee, dat is echt wel een goed punt eigenlijk. Want ik merk dat zelf ook. Ik heb dat werk ook gedaan. Ik ben dan niet 5 dagen in de week begonnen. Mm-hmm. Ik had een jaar, ik ben lang studeerde, wil ik nou ook weer niet zeggen. Maar ik heb wel een jaar langer over mijn bachelor gedaan. En in het laatste jaar met de Leo-stage had je natuurlijk geen vakken. En daarin ben ik al wel 2 dagen les gaan geven. Ja. Dus ik had eigenlijk een dag school op donderdag, dan 2 dagen werk. En nog een beetje bijklussen met basgitaardocent en zo. En daar redde je het wel van, toen nog. En daarna een dag erbij, want je had school ging weg. Dan was je wel afgestudeerd, een dag erbij. En zo ben je er wel ingerold. En ik denk dat dat dan... voor mij was dat wel fijner dan dat ik dan zeg in maar... In één keer 5 dagen ook. En ik werk nu 4 dagen en ik ben daar ook heel blij mee. Ja. Maar ik ga wel volgend jaar weer kijken wat de opties zijn. En toen ging ik halverwege, na 2 jaar ging ik werken op een school waar ik dus 2 dagen op de ene school zat. En 2 dagen op de andere school. En woensdag vrij. Ja. Nou, dat is echt een voor werkdruk voor jezelf, zeg maar, als muziekdocent, wel beter. En je ziet inderdaad de leerling op maandag die je dinsdag ook gaat lesgeven. Je ziet de leerling op donderdag die ook vrijdag les gaat geven. En toen ging ik daar een dag op allebei de scholen, volgens mij. Ja, ging ik een dag minder en dan ging ik ergens anders heen. En ik deed een master. En je merkte gewoon, ja, je kon het wel, maar ik moest meer moeite doen. Yeah. En je merkte gewoon, ik heb echt 10 minuten minder les of zo. Yeah. Terwijl je dezelfde tijd had, maar je kreeg minder gedaan. Je moet veel meer ook gezien worden of zo op die school. Dus wat ik heel erg had dan in Den Haag is dat ik had best wel leuke contacten met de collega's. Maar ik kende ze niet echt of zo. Weet je wel. En het was gelukkig op de vrijdag. Dus dan had je de vrijdagmiddagborrel, weet je wel, mocht elkaar een beetje te spreken. Maar bij de leerlingen was je niet... En ik zeg niet dat je misschien een begrip moet worden of zo. Maar je was niet een super bekende. Je was, we hebben vandaag muziek, weet je dat. En ik denk wat jij zegt met die 2 dagen, dat al super fijn is. En ik heb dan helemaal een luxe positie, want ik werk gewoon op 1 school... 4 dagen nu, dat is super chill. Dus ik moet het zo even over hebben. Volgens mij is dat vrij uniek. Namelijk. Dat is super uniek volgens mij. En echt een luxe positie. Ja, zeker. Maar ik denk dat het makkelijker is inderdaad om met je, als je als school die subsidies hebt, om dan inderdaad een assistent, weet je wel, een klasassistent te investeren. Want die zijn er altijd, weet je wel. Die worden dan ook meer gekend door de kinderen dan een muziekdocent die heel even langskomt, dat denk ik. Ja, precies. Ja. En wat voor actieve moeite deed jij dan om extra binding te hebben met die klasse waar je maar 1 dag in de week zat? Ik had één leerling. Dat vond ik heel leuk. En zij vond het wat minder... Nou ja, ze vond het wel grappig. Maar ik deed altijd, als ik in de gang tegenkwam... dan denk ik altijd of zij in de weg liep. Van, nou, ga nou even aan de kant. En terwijl ik dan op dat moment zelf haar... een beetje hinderde, zeg maar. Ja. En altijd heb ik echt 3 jaar lang... Ik heb best lang op die school gewerkt. Ik heb dat 3 jaar lang volgehouden. En in groep 8 kwam ik er nog een keer tegen. Want toen werkte ik niet meer op die school. En ik dacht, loop je nou weer in de... En je zag eerst echt de ogen echt naar het plafond rollen... dat ze God kon zien, zeg maar. Ja. Aan de andere kant zag je wel daarna een heel smiechterig klein glimlachje van... Oh ja, dat was altijd zo. Want we hadden. En dan denk je van ja, dan heb je toch iemand in de qua binding en qua betrokkenheid, toch dat je echt toch een band met elkaar hebt. Ik denk dat dat juist ook het belangrijk is van docentschap. En dat maakt niet uit of je muziekdocent bent of een ander vak geeft. Maar ik denk dat het allerleukste is dat je later mensen hebt en tegen kan komen die dan zeggen. Meester Kasper, weet je wel? Oh. Lopen ze aan de kant. Ik had dat idee. Dat je dan hetzelfde meisje tegenkomt terwijl ze wat ouder is. Ja, hoop ik. Maar... Dat vind ik wel heel cool. Dat je als docent... Ik neem dan weer even het voorbeeld van mijn vader. Want die is ook docent. Grieks en Latijn. Maar die komt gewoon overal mensen tegen. Die dan zeggen, hé, meneer Waagmeester. Weet je wel? Mm. En dat vind ik wel vet. Dat je als docent gewoon heel erg... Een soort van stempeltje meegeeft van... Is dat niet een deel van de reden waarom wij ook docent zijn geworden? Ik denk het wel. Voor mij wel erg. Ik weet niet hoe dat bij jou heel erg was. Maar het is echt gegroeid, denk ik. Ik denk niet dat ik daar op mijn 19e, toen ik ermee begon, bewust van was. Ja. Maar dat ik later dacht van, wacht. Daar kan je heel veel mee. En dus ik zie het ook helemaal niet als lesstrijd. Het is een spel die je een beetje met elkaar hebt. En de ene keer ben jij natuurlijk, omdat jij de docent bent, de aanwezige. Aan de andere kant geef je... Ja,
ik weet niet, een soort vraag-antwoord spel met de klas. Nou, doe dan. Ja, precies. Die doet, en zo, ik ben ook heel erg van op die manier, zeg maar. Dat het van, je wil het spelen, doe dan. Weet je, in plaats van dat, nou, we gaan nu dit leren. Dan ja, zeg maar, doe dan. Maar heb je dat ook bij heel erg bij de middelbare klasse of juist bij de basis? Ja, ik heb heel weinig gedaan met middelbaar onderwijs. Ik heb daar stage gelopen. Niet voor niks ook een verlengde stage voor gekregen en een jaar later afgestudeerd. Mm-hmm. Maar ik dacht altijd, middelbaar onderwijs, dat ga ik doen. En het viel me gewoon in het begin heel zwaar. Ja. En ik weet niet waar dat aan lag. En het eerste jaar deed natuurlijk, moest je verplicht, wij althans, ik weet niet hoe dat op andere conservatoria is, maar wij moesten, want dat is tegenwoordig ook weer veranderd. Ja, het is veranderd, gehoord, ja. Het eerste jaar was basisschoolstage. Ja. En het tweede, derde jaar was middelbaar onderwijs stage. En het vierde jaar was LIO en dan kon je zelf kiezen. Dus eigenlijk, het accent lag veel meer op middelbaar onderwijs. Ja. En en in de vierde, nou ja, dus niet de vierde, had ik dus een verlengde stage. En hier in Schiedam trouwens, want we zijn in Schiedam, beste luisteraar. Op het, hoe heet die school? Ik vergeet altijd. Spieringshoek? Spieringshoek, nice, dankjewel. Ja. Dat was Gerben Lodder. Ja, nou, ik was bij de andere, Helma van der Wind. Dus, dag Helma. Shout-out. Nee, en daarna kwamen er dus mensen van de SKVR, want het is, SKVR is een instelling in Rotterdam die heel veel lessen organiseren op de basisschool. En zijn een soort kunstinstelling. En je kan er ook na schoolse dingen doen. En je kan cursussen volgen, ook in fotografie. Alles super, met kunst en dat soort dingen. Ja. Die kwamen bij ons in de klas, bij de LIO, tijdens didactiek, zeg maar. En die zeiden van, ja, we zoeken mensen. En toen dacht ik van, nou ja, ik zoek wel werk. Want ik wil eigenlijk niet meer bij de McDonald's werken. En, wat ik ook jaar lang heb gedaan, inderdaad. Op de Schiedamse weg dan weer. Maar ja, het is vandaag thema Schiedam. Ja, precies. We thema. Komen er steeds terug. Ja, precies. En toen dus bij de basisschool begonnen. En dat is ook in Rotterdam, Kop van Zuid. En op twee scholen die heel dicht bij elkaar zaten. En die konden niet meer met elkaar verschillen. Het was dezelfde populatie in de ene school. Voor mijn gevoel was die betrokkenheid er. En de andere school was dat gewoon lastiger. Ik weet niet of er andere dingen speelden. Het heeft er ook mee te maken dat ik daar ging werken terwijl ik nog in mijn afrondende stage zat. Dus je weet nog niet alles. Echt. Je leert heel veel op het moment dat je niet meer op school zit. Ja. En daar begonnen. Maar 4 dagen in Nooddorp op het Sint-Jozef College. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, ik heb in die 5 dagen dus die ik ging vullen, had ik 2 dagen op de Sint-Jozef school. En dat was omdat daar een oude vakdocent met pensioen zou gaan. En die zocht een soort van apprentice, weet je wel? Want hij had daar 40 jaar gewerkt als vakdocent. Zo. Echt lang. Ik weet ook niet, ik wist niet eens dat dat toen al heel erg was. Maar hij werkte daar echt al lang. En hij zocht dus, of tenminste de school zocht een nieuw iemand. En toen ben ik daar 2 dagen gaan werken. En dat ging echt supergoed. Dat was heel fijn. En dat vind ik het fijne, denk ik, aan de basisschool. Dat je, als jij een steen enthousiast verpakt en je gaat er wat cools mee doen, dan heb je de klas al, weet je wel. En dat vind ik heel vet. En dat trok mij heel erg om meer in de basisschool te gaan. En toen zij met de optie dus kwamen met, joh, wil je 5 dagen bij ons komen werken? 5 ook gewoon. 5, omdat die school is dus, het is iets over de Sint-Jozefschool. Het is een hele grote school. In Nooddorp, waar het heel veel nieuwbouw kreeg. Dus er zijn heel veel leerlingen altijd naartoe gegaan. Dus wij hebben van elke groep ongeveer 3 klassen. Dus 3 keer groep 3, 3 keer groep 4, weet je wel. En dat zorgt ervoor dat mijn dagen als vakdocent daar bijvoorbeeld bestaat uit 4 keer groep 4 les. Ja, dat snap ik. Dan even pauze en dan groep 6 nog 2 keer of zo, weet je wel. En dat is super fijn, ook qua dat ik dus niet hoef te switchen met, ik heb eerst groep 1 en 2 en daarna opeens groep 6. Dat is een hele andere mindset. Dat vond ik ook wel namelijk. Begin je dan op maandag met groep 1, 2 en eindig je op vrijdag met groep 7, nee, 8? Nee, het is wel door elkaar heen. Dus ik ga maandag beginnen met groep 7 en dan heb ik een groep 3 na de pauze. Maar het lekker is dat ik die pauze ertussen heb, want dan heb je weer even, oké, ik ga zo meteen groep 3, weet je wat ga ik doen, meer verhalend, dat soort. En dat dat werk op die school, dat is super fijn geweest. En daar zag je dus ook al dat muziek echt altijd een rol heeft gespeeld. Want die docent die daar voor mij zat, die vakdocent, die kreeg altijd instrumenten van ouders. Dus wij hebben, ik denk, een stuk of 15 keyboards, oh, wow. een drumstel. Allemaal gewoon Nijlandsnarige gitaren, super vet. Die als kinderen die willen gebruiken, kan dat. Heel veel, weet je wel, woodblocks en ringeding. En ook bijvoorbeeld dat we nu dus dit jaar ukuleles mochten kopen.
Ja, die heb ik zien hangen. Precies, dus dat was super vet. Dus ik had gevraagd van, joh, bij mijn directie, hey, ukuleles, vier snaren, weet je al, daar kan je best wel leuke dingen mee doen. Vooral in de bovenbouw zat die heel vet. Maar ook al in de onderbouw om er wat mee te kunnen doen. Dus toen... Ik heb het vanaf groep 5 gedaan. In één school waar ik heb lesgegeven. Dat is super cool. Ja. Ook omdat je... dat... Heb je ook de gekleurde snaren erop zitten? Nee, ik heb niet de gekleurde snaren. Is dat een aanrader? Ja, want op het moment dat je zegt... Speel op de bovenste snaar. Is dat de snaar die je, zeg maar, als je naar beneden kijkt... dan bovenaan ziet? Of is dat de snaar die dichtst bij het plafond is? Oh, perfect, ja. Ja. En dat is wel goed. Dan, ja, dat dus is super op goed, zich, ja. Dat, dus hoe je dat vertelt, zijn wel dingen. Dus ik heb dat vanaf groep 5 gedaan. En dus ja, het werkt wel. Alleen, ik merkte wel, ik ben ook benieuwd of jij dat hebt. Dus je hebt duidelijk kinderen met een voorkeur en kinderen met een afkeur van absoluut. Dat soort. En vooral al dat je de manier waarop ze hem vasthouden. Ik, sommigen zitten direct in die gitaar-vibe, zitten ze hem gewoon goed. Maar anderen zitten, weet ik veel hoe ze het doen. Dus dat, ik vind het leuke, vond ik vooral, het was voor mij ook nieuw. Ik bedoel, ik kan wel ukulele spelen, maar ga het maar eens uitleggen aan kinderen die nog nooit een instrument vast hebben gehaald. En het leuke is dat je ziet in die school nu dat kinderen het voor Sinterklaas gaan vragen, een ukulele, weet je wel. En dat ze zelf eentje willen kopen. En dat vind ik wel echt cool. Ja, zeker. Nou, tip hè, als je de echte houding moet aanleren, deze kende ik ook nog niet, heb ik ook pas laatst geleerd. Dus je moet de ukulele even met je rechterhand vasthouden en die kinderen laten staan. Want, wat gebeurt er dan? Dan houden ze de ukulele vast met rechts. Ja. Want heel veel kinderen hebben de neiging om de linkerhand waarmee je de snaren moet indrukken, daarmee hem op te tillen. Ja. En dan gaat dat polsje knikken en dan kunnen ze niet bij, doet het pijn en is het stom. Nee, zeg je, als je gaat staan, je voelt, nu heb ik dat, kan je het vasthouden met rechts. Daar zit je steun, daarmee moet je hem vasthouden. Mm-hmm. En links is alleen maar bezig om hem vast te houden. Dan moet je dat Italiaanse handje... Ja, precies. En dan alleen hoef je alleen maar met de duim en de wijsvinger vast te drukken. En dan heb je niet meer het probleem van, hoe zit ik nou? En als ze dan zitten, dan gaan ze altijd kijken wat ze doen. Dan zeg ik, nee, geen trolletje. Is dat... Ja, want dan doen ze dat. Ja, precies. Dan gaan ze heel erg buigen, de nek naar beneden. En inderdaad, een beetje met Dimmy Borgi. Ja, precies. Die hand, met je linkerhand omhoog. Nice, dat is vet. Nou, ik vertel altijd gewoon een verhaal van... Zo'n Spaanse gieter is, die dan, dat ze dat een beetje moeten hebben, dat ze hem zo vast, en dat werkt ook altijd Ze komt toch weer die gitaristenhouding, het ego. Dat klassiek wat ik al vast heb gehouden bij het begin. Ja, precies. Maar ik vind dat wel heel vet. Dus ik heb een school die, en vooral klassen die dus niet bang zijn om te zingen. En dat zet mij ook wel heel erg in een luxe positie natuurlijk. Want ik kan me ook heel erg voorstellen dat het trekken... Ja, nou ja, ik denk dat dat ook een goede realisatie is voor mensen die, of scholen die zeg maar niet vast... heel veel muziek hebben, dat ze bedenken dat het is een lange termijn investering. Absoluut. Duurzaamheid, het is niet een leuk projectje van we doen het even 3 jaar voor de subsidie en daarna doen we het anders, want dan gebeurt het niet meer. Of dat krijg je natuurlijk ook dat je 3 jaar lang in de juffen en meesters instrueert en daarna moet je het zelf gaan doen en dan gebeurt het niet meer. En dan heb je geen duurzaamheid. En op het moment dat je het... En eigenlijk moet je het 8 jaar een keer volhouden. Want dan pas heb je een keer een kleuter tot aan groep 8 het mee laten maken. En dan merk je dat de cultuur echt een cultuurverandering op school is. Dus ik werkte inderdaad ook op die school in Gouda. Dat was ook een waar al veel vakdocenten hebben lesgegeven. Dus daar was muziek ook normaal. En dan kan je echt zo in, zeker met de 7-8, weet zo je wel, leuk. De probleemgeneratie. Die het lastig vinden, die vooral die zingen stom gaan vinden, weet je. En hun stem verandert bij de jongens. Ja, dat soort dingetjes, dat is best wel lastig om dan nog zingen te introduceren. En dat vond ik het vette, dat ze dat juist wel vasthouden. Want hoe is dat voor jou bijvoorbeeld, Casper, dat je geeft les aan PABO? Nu geef ik les aan de PABO-student, En hoe, ik bedoel, die geef jij ook muziekles, maar dan moet ze het maar zo vanzelf gaan doen uiteindelijk of zo. Ja, dat is de crux van het verhaal natuurlijk. En ik wil echt mijn PABO-studenten niet afdoen als die aan het luisteren zijn. Maar, want ik zeg het ook heel vaak tegen, dus ze weten dit, maar af en toe is het net groep 7. Ja. Ik zeg, oh, nu zijn jullie net groep 3. En dat is het mooie. Je moet ze het eerst laten ervaren. En van waarom je het doet, de verwondering. Waarom, en een klank voor een betekenis. Hè, toch even theorie erin gooien. KVB-model. De betekenis heel erg op gaan zitten. En dan draai je het om van, maar waarom doe ik dit nu eigenlijk? En dan kan je ze dan even door je leraarbril laten kijken. Yeah. Van, oh ja, maar je wil dat je klas dit en dit en dat doet. Want je wil ze leren dat of dat of dat. Yeah. Daarom heb ik nu gezegd, goh. Luister even, zing het liedje even mee. Wees maar een krokodil. Ja, perfect. En dan gaat er toch iets bij je aan. Ja. Of je nou 6, 16 of 60 bent. Ja, precies. Zeg maar. Nou echt. Nice. Nee, maar dat is wel echt, dat vind ik wel echt goed.
Want wat je vooral, je had het al even gezegd, maar je merkt vooral op scholen die geen vakdocent hebben, dat muziek gewoon snel een beetje weg wordt gesjoemeld, weet je. Omdat het wel, je moet jezelf heel erg, volgens mij zei Emiel dat als tip bij je vorige podcast, dat iedereen soort van, het is heel erg kwetsbaar natuurlijk, muziek. Dus je moet durven, als jij zegt, doe eens als een krokodil, dan moet je zelf ook een beetje gek doen, weet je dat. En dat moet je wel. Ja, dat punt maakte ik inderdaad toen ook, naar aanleiding daarvan, van, en dat is misschien een goede tip voor als je de cultuur wil gaan creëren op je basisschool. Ja, het begint bij de kleuters. Ja. Want daar is het nog normaal, die verwondering. En daar doen we het gewoon. En we rollen over het door het speellokaal. In de ruimte, maar durf dat vast te houden tot aan groep 7, 8. En eigenlijk de rest van je leven natuurlijk. Ja. Maar ja, en dan is misschien wel een goede vraag. Maar wat is dan jouw lange termijn, of eigenlijk jouw lange leerlijn op jouw school? Wat bouw jij op bij de kleuters, zodat je weet dat je wat je in groep 8 kan doen? Ik bouw sowieso echt een gruwelijke catalogus aan liedjes. Want we zingen echt veel. Dat is wat we. Dus, en dat is heel leuk dat je. Wij doen altijd op groep 8 kamp. Of tenminste, altijd. Ik ben nu 2 keer meegegaan. Maar die. Die komen daar terug, zeg maar. Al die nummers komen terug. Dus een soort van bundel mee met alle liedjes die ze hebben geleerd. En dan gaan we gewoon eindeloos zingen. Dat is super vet. Want met een groep 8 gewoon keihard zingen is zo cool. En. Dus ik denk dat mijn. Een lastige vraag, maar ik denk dat mijn leerlijn is dat ze sowieso niet bang zijn om muziek te maken, weet je wel. Geprikkeld worden met nieuwe dingetjes, dus ik neem vaak nieuwe instrumenten mee of nieuwe muziekstijlen of nieuwe. En dat ze daar naar op zoek gaan en dat ze dat leuk vinden. En vooral dat je er gewoon heel veel plezier uit haalt. Dus ik heb niet heel erg dat ik zit van, oké, aan het eind in groep 8 wil ik dat ze dit kunnen of zo. Maar heb jij niet eigenlijk de perfecte school en cultuur gecreëerd om, waar we het eerder over hadden, bijvoorbeeld wel met ze die noten te gaan lezen? Want jij kan ze vanaf groep 1 tot groep 8 zien. Ze hebben geen andere docent. Nee. Jij bent het. Even ervan uitgaan dat jij daar de komende 40 jaar ook werkt. Hè? maar hoe zit dat dan met de muzikale inhoudelijke dingen? Want ik hoor nu heel veel inderdaad de leuke instrumenten. Maar wat zit er nou achter? En wat leer je ze nou echt? Wat is gewoon het theoretische woem? Dat bedoel je, wat ik ze meegeef? Ja, maar ja, wat leer jij hun eigenlijk muzikaal inhoudelijk? Want ik hoor nu eigenlijk gewoon, we zingen liedjes. Nou oké, dat is altijd de basis. Dat is de kap. Zoals onze docent vroeger altijd zei, dat is de kapstok. Ja. Maar wat hang jij daar aan? Ben jij bewust bezig met beatontwikkeling bij kleuters? Of ben jij bewust bezig in groep 3, 4 om, hoe heet dat, moeilijk woord, polyfonische activiteiten te doen? Dus heel zingen en klappen te doen. Ja, meertonige activiteiten. Ja. Dus naast het zingen ook het klappen voor het de klappen, mensen. Ja. Of wat zit erachter? Ik denk dat ik misschien als vakdocent niet daar super bewust mee ben met oké, ik ga ze dit nu leren. Maar waar ik wel erg mee bezig ben is met bijvoorbeeld dingen als notenwaarden komen wel langs, puls, heel erg dat ze dat ervaren. Dat we, als we kijken naar nootjes, wat de vorige docent bijvoorbeeld deed, die had als spelletje, dan had hij allemaal notenwaarden op kaartjes geschreven. Iedereen krijgt 12 kaartjes. Ik klap wat. En die kinderen moeten als een soort van spel die notenwaarde omhoog. Dus ze zijn zich wel bewust van, oké, je hebt de noten. Hoe lang duren ze, om het zo even te zeggen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik niet enorm bewuster van ben van wat ze heel erg meepakken, eerlijk gezegd. Dat ik misschien niet een goede tip voor jou. Dan nou, om daar ja, over ik na denk te het wel denken. Zeker. Want ik vind wel altijd theorie. Altijd wel een dingetje dat wat wel lastig te verpakken is of zo. Dat je, om het bij kinderen te brengen. Want op het moment dat je zegt theorie, dan. Ja, ik weet nog wel een leuke master voor je. Ja, maar dan, ik meld het direct aan. Dat is ook weer heel erg preaching to my own. Preaching to the choir natuurlijk. Ik heb natuurlijk die Kodai master gedaan in Den Haag. En dat gaat natuurlijk vooral daarover. En de duurzaamheid van muziekonderwijs en spelenderwijs. Inderdaad met kinderen bezig zijn om ook de muzikaal inhoudelijke dingen te doen. Want ja. Ik ben niet, ja, wat ik hoor, ik wil het niet. Even advocaat van de duivel even spelen, zeg maar. Ja. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan wat ik je hoor zeggen. Oh ja, en even nieuw instrumenten laten zien. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Hè? Nieuwe stijlen vind ik hartstikke tof. Maar ja, hoe introduceer je dat? Ga je het alleen maar over vertellen? Hoe laat je het ervaren? En kan je er misschien activiteiten mee doen? Of
ja, weet je wel, dat op die manier van wat is de diepte, zeg maar, die je... Laat je het alleen maar zien of laat je ze echt dus het ervaren? Precies, ja. Hoe zit het ervaringsgericht onderwijs eruit bij jouw school? En ja, Ik denk dus dat het heel erg te maken heeft met, ik ben heel erg vertellend, dus het maakt niet uit welke groep het is, maar ik vind het heel leuk om een verhaal te vertellen. Dus ook bij een groep 8 kan er nog steeds gewoon, weet je wel, een verhaal zijn. En die, bijvoorbeeld een laatste les die ik had gegeven, ging over de blues. Dus daar, we hadden op met de kinderboekenweek, ik weet niet of dat jou, je geeft op babelis als je weet. Ik heb zeker, en toen, ik wilde het net zeggen, ja. Dus daar, dus dat geschiedenis, weet je wel, gewoon dingen die hier gebeurd zijn. Dus ik dacht, oké, blues is wel een vette stijl, ook waar wel leuke liedjes van zijn, weet je, waar je dat mee kan doen. Maar ook gewoon de geschiedenis waar het vanuit komt, wat natuurlijk best wel uit een... Nou ja, gewoon de slavernij een lastige periode is ontstaan. Daar is die muziek. Dus ik vind dat wel dan tof om ze dat te laten vertellen. Dat ze er ook wel echt bewust van zijn. Dat je hebt kinderen die... En dat is het leuke aan zo'n klas. Die je ook nog een beetje durft te vragen, weet je wel. Dan heb je superleuke gesprekken daarbij. Dus ik denk dat verhalende heel erg is waar ik ze het mee laat ervaren. Ja, zeker. Ja, want dat is ook hetgene wat ik denk, en dan ook ben ik advocaat van de duivel naar mezelf toe, wat misschien in de Kodai-visie af en toe een beetje mist. Want wij zijn natuurlijk heel erg bezig van, als jij dat nu zegt, dan denk ik, oké, blues, dan denk ik worksong. Ja. En dan denk ik bij worksong, dat is heel handig. Nou, voorbeeld uit eigenwijs, jump down, turn around, pick up a look at him. Dat heeft een hele specifieke vorm. Daar kan je een hele klapspeel bij doen, die op de vorm... Klopt, en dan kan je later met de kinderen, als je dat vaak hebt gedaan, zeggen, je kan dat klapspel uitvoeren, je kan het samen doen. Maar wat is nou de vorm? Ik heb die beweging gedaan, en nu zijn we bewust van de vorm. Ja. En dan vervolgens de koppeling te maken naar blues. En vroeger had ik in een lokaal, had ik een muur, had ik een 1, Romeinse 1 hangen, een Romeinse 4 en een Romeinse 5. Mm-hmm. En zeg ik, wijs naar de kant van het akkoord wat je dan nu hoort. Wat cool. Dat alleen, dat toen nog zonder mijn kennis van nu, zeg maar, toen was het heel oppervlakkig van, ik leer ze blues, dus we gaan de akkoorden doen. Wijs maar totaal hadden ze niet door waar het over ging. Ja, ze hoorden het verschil niet. Ze konden het wel aanwijzen. Was ik toen heel trots op. Heel knap. Precies. En zo leren we elke keer wat bij. Maar dus misschien kan dat elkaar wel versterken. Ik denk dat je daar zeker gelijk in hebt. En ik denk dat dat ook goed is. Ik bedoel, je leert altijd nog natuurlijk. En je bent nooit uitgeleerd. Maar ik denk dat dat wel een goede is voor mij om daar ook wel bewust van te zijn. Dus, hoe zit het met kanon zingen? Bij mij in de kunnen klas? Ze dat? Ja, in groep 4, 5, 6, 7? Ik doe het vooral met 6, 7, 8. Kunnen ze ook echt op toon? Is wel lastig. En het wordt natuurlijk vaak dat je... Ik doe de standaard, weet je wel. Als je je oren dicht doet, dan hoor je... Weet je, en dan nee. Dus dat zijn... Je hebt altijd de standaard dingetjes die... Dat mag ook, want dat is intuïtief voor die kinderen. Ja. En dat moet je ze ook leren. Dus ik kan niet echt meer boos worden als een kind zijn oren dicht doet. Nee. Ik denk altijd van, heb je er weer een? En dat is blijkbaar dus een manier van het ervaren. Maar het is en ook heel begrijpelijk, want... Als er veel prikkels zijn, dan heb je dat kinderen altijd zitten... ik moet me focussen op... Want ze weten wel dat er een opdracht is. Dus dat vind ik wel... het is helemaal begrijpelijk, maar het is wel altijd grappig... dat er altijd... Dit is altijd iets wat langskomt. Ja, want ik had hier een leuke stelling voor je staan... om even met die kinderboekenweek er terug te komen. We hebben het eigenlijk al over gehad. En actualiteit is belangrijker dan de lange leerlijn. Ik denk dat actualiteit heel goed kan worden toegepast op je lange leerlijn die je uiteindelijk hebt. Dus dat je, ik ben wel altijd een docent die zich wel bewust is van, welk nummer is hip nu, weet je, wat wordt voor te veel gebruikt. Ja, maar moet je dus nummers kiezen die hip zijn? Want daar luisteren kinderen al naar. Nee, dat hoeft dus niet. Maar dat is wel leuk om dat langs te laten komen. Dus bijvoorbeeld als ik met ze ga bewegen op muziek, dus dat puls heel erg, en dat is opeens een bekend nummer, dan heb je alle leerlingen, want iedereen denkt, weet je wel, dat... En ik denk dat je dat ook wel natuurlijk met een nummer hebt die ze misschien niet kennen. Ik bedoel, als ik Queen aanzet met Another One Bites the Dust, het is super lekkere, weet je wel, puls waar je lekker op kan bewegen. Dat is super chill, en dat kennen zij direct. En dat is misschien dan niet helemaal in hun, dat ze het nummer kennen, maar ik vind dat wel altijd leuk om mee te pakken. Nou, dan het volgende, want ik daarop aansluit, want ik vind hier ook wat van. Van alle muzikale domeinen is zingen het belangrijkst. Nee, vind ik niet. Omdat je... het is heel belangrijk en ik vind het goed ook voor stemontwikkeling dat leerlingen lekker in hun stem gaan zitten. Maar ik denk dat dat ritme... ik heb dat een beetje met ritme of zo. Ook omdat het makkelijkste is dat leerlingen
wat ik op de basisschool gebruik. Want je kan je tafel gebruiken, je kan alles daarin snel toepassen, weet je wel. En bij zingen moet je toch, als jij als docent dat eng vindt, bijvoorbeeld om te zingen, dan sta je al met 1-0 achter, weet je wel. Je moet dan, ga je het bord aanzetten, weet je wel, dat soort dingetjes. En ik denk met ritme, ik bedoel, of je kan, iedereen kan... Het is wel interessant, want jij denkt dus eigenlijk iets anders vanuit de docent dan vanuit de leerling. Want ik zou eigenlijk, persoonlijk, als ik als persoon, als muziekdocent, mezelf zijnde, ga zingen met kinderen, of ritme wil doen met kinderen, doe ik dat vanuit een lied. Ze zingen iets en ze tikken zelf de ritme mee. Want dan heb je dus weer die polyfone activiteit, dus die meer, dat je meerdere dingen tegelijk doet in je brein. Ja. Dat is ook nog eens een keer goed voor je, gewoon je ontwikkeling. Ontwikkeling, absoluut. Terwijl jij nu zegt, ja, isoleert dat eigenlijk. Oh, ik wil nu iets doen gaan met Puls. En dit vind ik een lekker nummer. En dat is ook mooi, want dan leren ze weer een andere stijl kennen. Mm-hmm. Je zit weer heel erg op, zeg maar, het stukje betekenis. Nieuwe, ja. Precies, en de nieuwe, ja, het is het nieuwe. En dan ga je die beat doen. Dus je zou zeggen, je moet ze combineren of zo. Dus zingen alleenstaand is niet belangrijk. Maar het is belangrijk dat het gecombineerd wordt met anderen. Dat zou ik doen, inderdaad. Ja. Ik zou altijd een combinatie zoeken tussen de twee. En doe je dat dan... Doe je dat dan ook heel auditief of visueel? We hebben het hiervoor over filmpjes editen gehad, dan weet ik van wat. Als ik echt tijd heb, dan maak ik er echt wat vets van. En dan wordt het heel visueel. Dus maar je geeft toch muziek? Ik geef muziek, maar er wordt ook helemaal video-edit. Maar weet je, er kunnen cijfers rondspringen of weet ik wat. Dat ze daarop moeten slaan en dat het deel... heel visueel wordt. En dat ze maar hoe bedoel je dat ze daarop moeten slaan? Bijvoorbeeld als er een ster langskomt, dan moeten ze een bam, weet je, moeten ze hem hebben, moeten ze klappen. En als er een rondje langskomt, dan moeten ze stampen. Weet je, dat is meer dus een videogame. Ja, het is een soort van videogame. Maar is dat dan muziek? Ik denk wel dat ze ondertussen bezig zijn met, oké, hoe is de Puls van nummer? Stelt ze het op een drum of zo? Weet je wel, dat je dat hebt. Is het dan, om daarop in te gaan, is dat geen idee om gewoon 4 keer een ster te doen op het ritme? Dat je daardoor getriggerd wordt om met de muziek mee te gaan, in plaats van dat je zeg maar... Ik weet niet hoe je het doet. Okay. Dat je een barrage van kleurtjes op iemand afschiet. Want ik zie heel veel van die Boombekker meespeelpartij. Ja. Dat ik denk, ja, dat is gewoon Guitar Hero. Ja, dat is helemaal geen muziek. Ja. Dat is geen muziekonderwijs. Nee, dat is wel waar. Maar het is wel, denk ik, hoe meer Guitar Hero het wordt. En dat is denk ik sowieso nu helemaal met tv en alles wat je ziet. Hoe flitsender, hoe meer die kinderen... Ja, maar dan wordt het toch... Dan wordt het eigenlijk brainwashed. Maar wordt het dan niet heel inhoudsloos? Alleen maar voor het visueel, alleen maar om... Ja, weet je, voor de bühne, het is leuk. Kijk eens wat we doen. Cool. Ja. Maar is het dan goed gedegen muziekonderwijs? Misschien wel. Ik denk dat je daar wel gelijk hebt. En ik denk dat... Ik bedoel, ik heb niet heel vaak zoveel tijd om zo'n flashy filmpje te maken. En dan zet ik het gewoon op het bord met... Oké, weet je wel, bijvoorbeeld 1-4. Oké, dat gaan we klappen. Ik haal wat weg. Ik doe, weet je wel, dat soort dingetjes. En dan zijn ze wel... Ik heb bijvoorbeeld ooit een opdracht gedaan met bekers... Die zet je gewoon 4. En als je er eentje weghaalt, dan ben je stil, weet je wel. Nou, dus die tel je dan niet. Maar dat is toch... Dan hebben we het... Dat is heel anders. Ja, dan is het wel een beetje back to basic. Ja, want dan is toch... Ja, dat kietelt mijn brein toch van heel erg van... Ja, maar dan ben je eigenlijk namelijk alweer aan het... Dat is echt een voorbereidende activiteit om noten te lezen. Ja. Alleen je hebt het gewoon... in de betekenisvolle realiteit voor de kinderen gezet... Mm-hmm. Met bekers en je haalt één weg... dan speel je niet. Super logisch. Ja. Terwijl, dus ja, dat vind ik wel weer mooi eigenlijk. Dus dat, en dat vind ik ook wel heel vet... dat je met... en dat heb ik wel echt geleerd... Dan ben je eigenlijk gewoon aan leren noten lezen. Ja, en op een hele simpele manier. Voor, precies. Iedereen heeft 4 bekers, weet je wel... en ga het maar doen. En dat vond ik wel tof. Want ik heb een paar van die filmpjes bekeken natuurlijk... op je Instagram. Want hadden we eigenlijk nog niet over gehad. Mm. Maar meester in muziek? Meester in muziek was het? Meester in muziek, ja. Ga vooral volgen natuurlijk. Want uiteindelijk word je een meester in muziek als je het volgt. Dat kijk, was de... goed concept. Nee, maar ik heb ook vooral de didactiek tips die je laatst gaf, die vond ik echt heel mooi. Van begin echt vanuit het verhaal. Nou, je zei het net al, hè, maar met het verhaal, dat is echt mijn ding. Ja, dat zag ik ook heel erg in terugkomen. Mm-hmm. Nou ja, en ik vind het zelf ook heel prettig dat je ook een voorbeeld hebt van die klas die eigenlijk het doet. Je ziet de kinderen niet, maar je hoort wel dat het gebeurt. En dan alleen denk je van, hoe hoog is de drempel voor een PAO-student, denk je, om dat te doen? Is die hoog of niet? Ik hoop... waarmee het soort van begonnen is, ik hoor heel vaak als ik een PABO-docent of als ik gewoon een juf of meester sprak, dat ze zeggen, ik wil heel graag iets met muziek doen, maar ik weet niet wat. Weet je, dat is een beetje wat er, want als er dan iets zou zijn wat heel duidelijk is, dan ga ik het echt wel doen. Weet je, dat idee. Ja. En toen dacht ik, er is
je kan heel vet met bijvoorbeeld 3-2-1 zingen, is volgens mij. 1-2-3 zingen. En daar kan je allemaal vette dingen op het bord klaarzetten. En je hoeft zelf als meester of juf eigenlijk niks te doen. En het bord geeft muziek. Of tenminste, misschien, ik ben er niet helemaal op de hoogte. Maar in ieder geval, je wordt heel erg geholpen. Terwijl ik dacht, je kan als juf of meester is het super vet om met een heel kleine oefening al in je kracht te staan. Als oké, ik geef muziek, weet je wel, dat idee. Dus ik, en daar is Instagram een cool platform voor. Je hebt maar filmpjes van een minuut. Dus het kan niet aan worden gezet dat ik die muziekles geef. Maar je moet het zelf doen. Oh, dat is wel een hele bewuste keuze geweest. Ja, dus ik dacht wel, want ik kon ook mijn les op YouTube gooien of weet ik veel. Maar ik dacht, ik vind het vet als je gewoon, nou, ik heb een muziekideetje nodig. Ik ga naar muziekmeester. Ik doe iets met puls voor de bovenbouw of zo. Ja. Of bewegen of iets anders. En ik leg het kort uit. En ik laat zien hoe het in mijn klas gaat. En dan ga het maar proberen, weet je wel. Er is geen succeservaring, of tenminste, super fijn als je succeservaring hebt. Maar er is geen perfecte manier om het te doen. Ik doe het gewoon zo, maar pas vooral aan als je dat zelf wil, zeg ik ook altijd. Dus dat is een beetje het begin. En ik denk dat als je het nooit hebt gedaan, dat het altijd een drempel is. Ja, dat is het wel. Dus het is eigenlijk zit je heel erg in op de laagdrempeligheid voor de gemiddelde groepsleerkracht. Ja, gewoon maar zo. Ja. En dat, want ik ga niet, ik bedoel, ik zou bijvoorbeeld iets met al die ukuleles kunnen doen. Maar ja, dat heeft niet iedereen. Dus het moet wel iets zijn wat iedereen... Dat is mijn doel, hè? Iedereen aan de ukulele. Nee, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk, natuurlijk. Dus het zijn allemaal laagdrempelige energizers oefeningen die je ook aan elkaar kan plakken. En dan heb je een hele muziekles. Maar het is ook bedoeld voor, oké, je bent klaar met rekenen. We gaan zo meteen wat anders doen. Even een energizer erdoorheen. En dan is iedereen, weet je wel, er weer bij. Dat is een beetje... Dat was mijn doel om gewoon coole en makkelijke oefeningen te maken die je gewoon snel kan toepassen. Dat was een beetje het idee. Nou, hartstikke goed. Dat is ook fijn, weet je wel. En natuurlijk is dat, en dat vond ik ook wel interessant, want er is natuurlijk elephant in the room. Mm-hmm. We zitten op afstand in de coronatijd natuurlijk heel veel opeens gecreëerd. Ja. Dus op YouTube, op Instagram. Jij bent eigenlijk net daarvoor begonnen. Ja, hè? Ja, dat is wel grappig. Dat je eigenlijk, je was eigenlijk alsof jij wist dat dit eraan zat. Ja, nee, het was, ik doe veel dingetjes, maak ik zelf. Of heb ik ooit een idee van iemand anders, maar ik geef het dan in mijn eigen jasje. En dat vond ik wel... vond ik zonde dat het gewoon op mijn computer stond en er niks mee werd gedaan. Terwijl ik dacht, want José dan, mijn vrouw, die studeert nu ook aan de PABO. Die doet de verkorte deeltijdstudie en die is nu bijna klaar. En die moest dan af en toe muziekactiviteit hebben. En dan zei ik, doe maar dit. Zij zei, maar dit is super makkelijk als ik dit aan het doen ben. Dat kan iedereen. En toen dacht ik, weet je wel. En toen ontstond het een beetje. Toen is het begonnen. Dus... ik ben heel blij met de reacties. Ik merk wel dat je als muziekdocent, je pakt ook soms oude ideetjes en daar ga je wat mee doen. Je moet wel altijd met originele ideeën komen. Dat is wel eens af en toe dat ik denk, ik moet iets nieuws bedenken. En geeft jezelf ook weer een soort artistieke druk. Ik weet niet hoe anderen dat ervaren, of hoe jij dat misschien ervaart, maar als ik... Mijn beste muzieklessen komen altijd vooruit of heel slecht voorbereid. Of inderdaad, deadline, zeg maar. Ja. En ik vind wel dat... het is heel lekker als je dus veel voorbereidingstijd hebt. Dan kan je van die flashy filmpjes of iets cools, weet je, bij maken. Ja. Maar deze energizers bestaan inderdaad van, oké, je moet tijd vullen. Of soms wel, sommige zijn ook uit dat ik met mijn studie... of andere dingen zat van, oké, ga maar even, je moet toch wel even tijd vullen, aan de slag, had je dat idee? En dat is lekker inderdaad, dat je dat, en misschien is dat iets wat wij heel erg ook wel hebben van, oké, je kan snel wat bedenken en je kan snel wat doen. Ja, zeker. Maar daarom vind ik het dus vet dat ik dat kan delen met andere mensen en dat het muziekmeester lekker loopt en dat het goed gaat. Ja, als ik zit even heel erg terug te denken, ik weet niet hoe dat bij jou in de klas dan even terug naar de conservatoriumtijd zo was. We hadden vroeger dan inderdaad dat je af en toe een beurt kreeg voor de klas. En dan moest je een muzikale activiteit doen en zo. Ja, en die wilde je eigenlijk altijd hebben van elkaar. En ik weet nog dat er af en toe mensen waren... Misschien herinner ik het me verkeerd, maar ik had... Nee, dit is van mij. Weet je, terwijl eigenlijk is het toch juist de bedoeling... Wij maken als docent iets juist om het te delen met iedereen. Absoluut, dat denk ik ook. Ja, ik heb geen mensen gehad die zeiden van... Ik hou het bij me. Ik heb wel dat...
zo'n IP, dat heet een IP-beurt, was dat voor de mensen die het niet... Dat is maar... vorige podcast ook één keer voorbij gekomen. Okay, een IP-beurt is dus inderdaad... Dat je voor je instituutspracticum heet het, geloof ik. Ik wist eens wat het betekent. Ja, maar dat je het voor je klas moest doen. En ik vond het... dat was altijd een succeservaring, want iedereen doet mee, weet je wel. En dat is helemaal niet wat jij zegt, van je gaat het meest leren nadat je van het consortium af bent. Ik bedoel, niet iedereen doet altijd mee. Nee, je moet precies. Daar wel... Hoe doe je dat dan? Ja, precies. Dus, en dat is gewoon hard werken. Ik bedoel, hoe vaak heb ik niet dat ik zweet het voor de klas, omdat ik zoveel energie sta te geven om iedereen mee te krijgen, weet je, dat idee. En jij bent ook een hele frontale docent? Ik ben absoluut wel een frontale docent, ja. Ik ben wel... Ik kan me wel voorstellen dat als je les van mij hebt, dat het wel in je face, 3 kwartier, geen rust, let's go, weet je wel. En dat is ook wel goed om je te realiseren. Af en toe een keer een momentje dat stapje terug te nemen en kijken wat er dan gebeurt. Want ja, ik ben namelijk ook zo, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik heb ook wel eens een keer een moment gehad, op het moment dat ik echt een activiteit had waarin ze zelf wat moesten maken. En dat ik toen een stap terug, dat ze ook wel een beetje hulpeloos werden van... Oh, dit zijn we niet gewend of zo. Springt u niet rond of bent u er niet bij? Nee, Nou, ik ben wel inderdaad bewust van, oké, de eerste ronde dat ze iets gaan oefenen, help ik niet. Weet je wel? Ik ga ook niet, je kan niet naar me toe komen om iets te vragen. Ga het eens zelf proberen, weet je dat idee? En dat heb ik wel echt door dingen die jij inderdaad zegt van, oké, het is goed om even die afstand te nemen. Dat ik dacht, oké, nu ga ik dat ook echt een keer doen. Want ik zei altijd wel, ja, dat is echt goed. Maar uiteindelijk zat ik gewoon alleen maar, weet je wel, erbij. Er was ooit een docent die zei, je moet zorgen dat je elke les voor jezelf een koffiemomentje creëert. Dat is op zich wel lekker, maar dat zei wel helemaal strak, denk ik, aan het einde van de dag. Niet dat je dan ook echt die koffie gaat drinken, bedoel ik. I know. Maar die, dat is wel waar, ja. Ik denk dat dat ook goed is, dat je die rust, dat je dat wel hebt of zo. En vooral als docenten, als jij en ik, weet je, die dan die veel energie geven. Wat ik ook echt lekker vind... Want dat is gewoon hoe ik ben, weet je wel. Maar, mensen zeggen, doe eens rustig. Nee, ik ben in mijn zone, in mijn flow. Heb je dan ook dat je... Soms gaf ik dan wel eens lessen met dat iedereen een instrument heeft. En dan is het echt gewoon... Kabaal. Echt een pleurisherrie. Ja. Maar dat dan docenten langskomen. Dus, joh, dat je hierin kan werken. En dat ik zo zelf zit van, ja... Ja, maar dat heb ik, dat gesprek heb ik te vaak. Oké, die heb ik En dat is ook altijd het lastige wat je moet overbrengen aan of je nou een docentencoach bent en dat je ondersteunend bent of dat je misschien nog studeert of zo. Maar je moet een andere tolerantie van klassenmanagement of nee, van chaos, een andere tolerantie van chaos. Ja. En je moet gewoon kijken van wat heeft mijn klassenmanagement nu nodig? Wat is nu mijn klassenmanagement? Ja, dus moet ik nu inderdaad willen dat het helemaal stil is, wat je normaal doet bij een instructie van een dicté? Of ligt dat nu op een ander niveau? Ja. Terwijl je toch vaak leert van, oh, ik moet orde houden. De klas moet stil zijn, want ik geef instructie. Ja, zo hapsnap is het dus eigenlijk. Het is veel meer vloeibaar. Echt feeling. Het is echt feeling van, oké, wat heeft mijn klas nu nodig? Of waar komen ze ook, bijvoorbeeld ook al dingen op de basisschool. Dat vooral, stormt het buiten, weet je wel? Want zijn kinderen al veel meer. En ik heb aan mijn lokale zitten allebei vensters. Met allemaal groen, mooie bomen. Maar er komt dus ook af en toe een occasional specht. Of een poes loopt er langs. Nou, en iedereen zit direct daar. Dus je moet heel erg de hele feeling. Ja, de wesp in de zomer. Hè? Oh man, yes. Sinterklaas komt er weer aan zo meteen. Dat is toch echt altijd... Dat is wel altijd... Dus je merkt, je moet heel erg dat wat jij zegt. Je moet heel erg die feeling of heel erg aan kunnen passen of zo. Ja, flexibel zijn is maar denk ook ik de dus grootste wel, tip. Je bent dus ook heel erg afhankelijk qua... Als vakdocent vind ik dat heel erg. Dat je afhankelijk bent van hoe de meester of juf het normaal regelt in de klas. Dus als de juf of meester op de... Bijvoorbeeld bij mij komen ze naar mij toe. En als ze dan op de gang helemaal strak stil... Weet ik wel, komen ze ook al heel rustig binnen. Maar als je zegt, oké, we gaan naar muziek. Hey, dan is dat alweer heel anders. Ja. Weet je? Dus je moet... Wat je wil. Wat je wil, ja. Dus ik ben wel altijd bij het begin... Wat ik ook zei in die didactische tips. Ik begin altijd wel echt... Vanuit dat rustmoment. Dus ik heb een mooie piano in mijn lokaal. Daar speel ik zachtjes op. En dan heb ik een stiltealarmpje, een dingetje wat ik speel. En dan weet ze, oké, we gaan nu beginnen. Dan hoef ik het aan me niet te zeggen. Maar dan is het soort van, wordt het vanzelf. Als het natuurlijk goed gaat. Want er zijn genoeg mensen die gewoon nog steeds doorgaan. Tuurlijk. Wordt vanzelf een beetje stil. En dan ga ik beginnen. Dus dat is altijd wel Dat is wel mooi. En dat gun ik iedereen. Dat je een muzikale manier vindt om het stil te maken. Ja.
Zo, ik had zelf in de laatste 2 jaar van mijn basisschool waar ik les gaf, mm-hmm. heb ik zo'n launchpad dat Arjen Lubach zeg maar ook heeft. Supervet. En ik had dan zeg maar een applausje als iemand had ik erin zitten. Oh, en ik had er een krekel in zitten. Mm-hmm. Dat was het teken dat het stil moest zijn. Oh, ja. Weet je, dat soort krekel, dat alsof je een slechte grap maakt. Ja, en dat, dus die, dat was mijn manier altijd om de klas stil te krijgen. Maar eigenlijk is wat jij zegt, vind ik beter. Want je doet het namelijk vanuit de muziek al. En je vraagt muzikaal iets van ze om op te letten. In plaats van dat je... Want mijn ding was eigenlijk, is net zo eigenlijk saai als een stilte teken. Want alleen nu sta ik met mijn vinger naar beneden op een knopje. In plaats van dat ik mijn vinger in de lucht sta van, tegen mijn mond sta van... Nu moet je stil zijn met mijn hand omhoog. Dus ja, dat is wel waar. En ik denk, het kan dus met alles. Maar het is wel inderdaad lekker dat als het... Bijvoorbeeld wat ik ook altijd een goede nog steeds vind... Is gewoon zo'n vraag en antwoord klap of zo. Weet je wel? Dat je... Dat de klas die geeft die focus up. Je gaat de klap uiteindelijk allemaal van zachter doen. Of weet ik veel. En dan doet de klas dan deze klapje niet. En dan heb je allemaal codes ervoor. En dan je hebt vast heel veel. Die vind ik echt heel leuk. Want dat is ook weer zo'n mooie voorbereidende vorm om die ritmische patronen weer aan te leren met je beker. Dus, constant aan het leren, precies. Je hoort het al, we zijn allebei docent. We hebben heel veel ideeën en we kunnen het nog lang volhouden. Maar ik ben wel benieuwd, want er hangt de gitaar achter mij. Ja, ja. Ik vind wel een mooie afsluiting, of een richting afsluiting een beetje gaan van... Hoe belangrijk vind je het dat jij, zeg maar, naast docent nog muzikant blijft? Ik had... Heb je dat niet nodig? Jawel, als muziekdocent ik vind wel dat je... Wat je heel vaak hoort is natuurlijk dat mensen zeggen... Ik wou eerst gitarist worden, of tenminste, ik wou eerst gitaar studeren. En toen heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt. En dat je heel vaak mensen inderdaad hebt die zeggen van ik speel zoveel binnen botje, weet je wat daar, op mijn school en waar ik zit. Dat ik als ik thuis kom niet meer heel veel zin heb om te spelen. En dat het zo langzaam een beetje weg hebt. En ik heb dat wel, ik heb altijd gewoon dat ik lekker, en dat vind ik het lekker aan gitaar, dat kan je goed alleen spelen, weet je. Daar heb je geen band voor nodig. Ik kan me voorstellen dat een basgitaar... Ik speel ook heel veel gitaar en piano. Oké, gelukkig. Dan kan je daar nog je eigen kwijt. Maar die muzikaliteit, die had ik de eerste 2 jaar, dacht ik, dat kan wel goed. Maar nu merk ik wel erg dat het aan me begint te trekken van, oké, ik wil weer echt spelen. En dat mis ik wel eens aan het conservatorium. Want daar zit je natuurlijk gewoon met allemaal fijne muzikanten en let's go. Ik bedoel, we hadden een vak op het conservatorium met dit combo, dus dan speel je met elkaar. En dat was super leuk, was dat. Want je bent met je klas, ben je nummers aan het spelen. Dus dat miste ik, of mis ik wel, ja. Tijd dan weer wat we gaan doen dan. Zeker, ja. Dus ik ga weer eens kijken wat er allemaal te vinden is en te doen. Dat is goed. Dan stel ik voor dat wij gaan afsluiten en dan gaan wij verder lekker jammen. Juist, let's go. En dan zie ik de rest, of de mensen thuis, graag volgende maand weer bij een volgende aflevering. Dankjewel, Laurens. Graag gedaan. En allemaal @meester in muziek volgen natuurlijk. Absoluut. En fijne dag. Hetzelfde.